Ik krijg vandaag, de laatste dagen, berichtjes van mensen over bushaltes die worden geschrapt voor scholen, voor woonzorgcentra, voor voetbalstadia, voor hogescholen, voor begraafplaatsen. Berichtjes over bussen die bomvol zitten en die nu gewoon geschrapt worden. Daar staat het dan. Met een abonnement van €215 van de lijn. Gaat u dat terugbetalen, mevrouw de minister, als de mensen de bus niet meer kunnen pakken waarvoor ze betaald hebben? Ik krijg berichtjes van iemand die vandaag rechtstreeks met de bus naar de campus kan, maar die binnenkort, dankzij het feit dat die bus geschrapt wordt, 4 bussen na elkaar zal moeten nemen. 3 keer overstappen. Veel succes bij de lijn. Wat moet u nu doen, mevrouw de minister? Een rijbewijs gaan halen voor €2000? Of gewoon niet meer naar de les gaan? Stop toch met de lijn op deze manier kapot te maken en investeer in beter en meer openbaar vervoer.